Hallo en goed dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is meneer Ruitenberg en deze video gaat over zuivere stoffen en mengsels. Dit is de tweede video van hoofdstuk 2 stoffen, oftewel de tweede paragraaf. Speciaal voor MAVO, maar zoals ik in de vorige video gezegd, ook geschikt voor GL en TL leerlingen, is namelijk precies hetzelfde niveau. Oké, okay, dan een stukje herhaling van de vorige les. Is het nog blijven hangen? Weet je nog waar we het daarover gehad hebben? Kun je die doelen nog beantwoorden? Dat, uh, als het antwoord ja is, dan moet je vier stofeigenschappen kunnen benoemen waaraan we stoffen herkennen. Kan je dat? Je moet stoffen kunnen herkennen aan hun stofeigenschappen. Weet jij wat, een st wat voor stof lood is? Wat voor stof koper is? Lood, bleek, spiritus? Allemaal stoffen waarvan je iets moet kunnen zeggen, iets over moet weten. Niet veel. Als je het herkent, als je het kunt aanwijzen, als je het bijvoorbeeld ziet op tafel liggen en je zou het kunnen aanwijzen, dat is genoeg. En eh, gevaarlijk, stoffen kunnen gevaarlijk zijn. Weet je daar iets over? Hoef je niet heel veel van te weten. Gewoon logisch nadenken is in de meeste gevallen daarbij genoeg. Oké, okay? als je dat allemaal kunt, dan ben je klaar voor de volgende les. In de volgende les gaat over het verschil tussen zuivere stoffen en mengsels, oplossingen en suspensies en. Wat filtreren inhoudt. Beginnen bij het begin. Een mengsel bestaat uit twee of meer stoffen. Dat is een definitie. Dus dat zegt iets over wat een mengsel is. En dat moet je weten. Je moet weten dat een mengsel in ieder geval uit twee of meer stoffen bestaat. Als je aantekeningen maakt, wat ik aanraad, want dat onthoudt je dingen beter, is dit eentje om op te schrijven. Een zuivere stof bestaat maar uit één stof. En als je denkt, oh, dit gaat te snel, druk hem op pauze, zodat je even rustig kunt schrijven wat er staat. En dan uh, kun je daarna weer op play drukken en ga je weer verder. Ik heb uh, twee stoffen in beeld gebracht. Is eigenlijk een beetje een, uh, niet helemaal waar wat ik zeg. Ik heb twee objecten in beeld gebracht: de bovenste is ijsthee en de onderste is een diamant. En dan wil ik even vragen aan jou om na te denken. Welk van deze zou misschien een mengsel zijn en welke is een zuivere stof? Oké, okay, nu je hebt nagedacht, ga ik nog even de ingrediëntenlijst erbij opzetten bij de ijsthee, want dat kun je vaak zien achterop de, op de fles. In dit geval zie je dat er ingrediënten zijn, water, invert, suiker, fructose, groene thee-extract, voedingszuur, uh, meerdere ingrediënten betekent dus ook tegelijkertijd meerdere stoffen. Oftewel, ijsthee is een mengsel. Dat moet wel een mengsel zijn. En als ijsthee een mengsel is, dan zal een diamant wel een zuivere stof zijn. En dat klopt ook. Nog even een voorbeeldje. Ik heb hier twee keer een potje met, uh, met keukenzout. En ik vraag jou om eens even goed te kijken en dan te bedenken welke is, de, is het mengsel en welke is de zuivere stof. Nou, misschien kon je het zien. Je ziet hier keukenzout met jodium. En je ziet hier gewoon keukenzout-zout Wat is dan dus het mengsel? Het mengsel is de bovenste, want daar zit jodium bij in. Meerdere stoffen, dus een mengsel. En de zuivere stof is uh, de blauwe, want daar zit alleen maar keukenzout in. Nou, volgens mij weet je ondertussen dan wel het verschil tussen zuivere stof en mengsels. Als je dat nog niet weet, moet je even terugspoelen. En dan kan je nog een keer uh, rustig terugkijken. Maar voor nu gaan we verder. Ik heb hier een glas en uh, we willen eigenlijk weten wat is een oplossing. Een oplossing bij de natuurkunde is een goed antwoord. Dat is een oplossing van de vraag, maar in dit geval dit bedoelen we er even wat anders mee. Uh, je kent het vast wel. Je hebt wat suikerklontjes, dat gooi je in een glas, dan roer je een poosje en na een poosje roeren, dan zie je het zo verdwijnen. Op een gegeven moment zie je helemaal geen korreltjes meer in dat glas zitten en is het opgelost. Dat is de definitie van een oplossing. Een mengsel want we hebben in dit geval water en suiker, dus het is altijd een mengsel. Het is een mengsel waarbij de opgeloste stof volledig is opgenomen. Je kunt hem niet meer zien. De oplossing is weer helder, is weer doorzichtig geworden. Deze zin, een oplossing. Een oplossing is dus een mengsel waarbij de opgeloste stof volledig is opgenomen. Dat is weer iets om aan te tekenen, dat is iets wat je moet gaan leren. En je mag het altijd opschrijven in je eigen woorden. Als je het probeert te vertalen naar je eigen woorden, dan onthoud je het ook beter. Dat is ook een tip. Um, nog wat dingetjes dus over oplossingen. Dit zijn alle drie oplossingen. Een oplossing is perfect gemengd. Oftewel, er zitten geen stukjes in. En het is doorzichtig. En dan denk je misschien, nou, die cola, dat ziet er niet echt doorzichtig uit. Oké, okay, oké, okay, mee eens. Maar als je die in een reageerbuisje zou doen. Dan zou je er wel doorheen kunnen kijken. Dus als je hem wat minder, ja, wat minder breed maakt, de fles, in dit geval het glas, dan kan je er wel doorheen kijken. En dat is bij een oplossing altijd het geval. Bij een oplossing kan je er doorheen kijken. Dus dat zou je er nog bij kunnen zetten. Een oplossing is altijd perfect gemengd en is doorzichtig. Gaan we door naar de andere. Want er is dus ook iets wat niet een oplossing is. En dat noem je een suspensie. Hier zie je ziet chocolademelk. En chocolademelk is daar een voorbeeld van. En chocolademelk is namelijk melk met daarin kleine stukjes cacao. En die stukjes cacao. Ja, die willen niet oplossen. Die willen niet opgaan in de melk. Maar die blijven als het ware gewoon rondzweven. Als een soort van poeder. Dus dit poeder wat hier op die lepel ligt, dat blijft gewoon, ja, dat blijft gewoon in hele kleine korreltjes rondzweven. En dan zit er ook suiker in. Dat suiker dat lost waarschijnlijk wel gewoon goed op. Maar die, dat, dat bruine, dat kunnen we zien, dat cacao, dat lost niet op. Dus wat is een suspensie? Een suspensie is een vloeistof. Eigenlijk ook een mengsel. Het is een vloeistof waarin een poeder. of stukjes zitten die uiteindelijk naar de bodem zinken. Chocolade misschien ken je dat wel, dan heb je het laatste slokje en dan heb je een hele sterke smaak. Want al dat poeder, of al die stukjes, die lagen op de bodem. Dus suspensie. Daar zit iets, iets hards in. Er zit iets in wat niet is opgelost. En daar kan je ook niet doorheen kijken. En dat noemen ze troebel. Troebel betekent, je kan er niet doorheen kijken. Kijken of jullie het weer begrepen hebben. Dus deze mooie vrouw die, uh, drinkt uit een glas. En dit is melk. En aan jullie de vraag, is dit een oplossing of een suspensie? 3, 2, 1. Dit is een suspensie. Melk kan je niet doorheen kijken. En als je dat in een reageerbuisje doet, kan je er nog steeds niet heen kijken. Dus een suspensie. Dat is een beetje lastig. Volgende zijn wat makkelijker. Uh, hier heb je T. Is dat een oplossing of een suspensie? 3, 2, 1. Dat is een oplossing. Je kan er namelijk doorheen kijken en het is perfect gemengd. Uh, Judrange. Is dat een oplossing of een suspensie? Denk aan goed schudden voor gebruik, wat erbij staat. 3, 2, 1. Dat is een suspensie. Goed schudden voor gebruik staat er niet voor niets. Al die stukjes ja, sinaasappel die dan naar de bodem zijn gezakt, die moet je door het schudden even weer goed mengen met de rest van de vloeistof en dan pas inschenken. Nou, het feit dat er de dus stukjes naar de bodem zakken, ja, dat, dat, dat geeft helemaal weg dat het een suspensie moet zijn. Ik hoop en dat je nu begrepen hebt wat het verschil is tussen oplossing en suspensie. Want dan kunnen we naar het laatste deel van deze les. Het laatste deel gaat over hoe je een suspensie weer uit elkaar kunt krijgen. Dus je hebt een soort van mengsel, je hebt twee of meer stoffen bij elkaar. Eentje is in stukjes, vaste stukjes, en de ander is gewoon een vloeistof. Hoe krijg je die twee weer uit elkaar? Nou, dat kan je met een filter, kan je dat voor elkaar krijgen. Hier zie je een filter in zitten, dat is dat witte. En dan kun je je eigenlijk voorstellen dat als je heel veel inzoomt, dat het allemaal um, een, een soort van net is, een soort van visnet. En door dat net kan een vloeistof kan er wel doorheen, de druppeltjes, maar de vaste stukjes, nou die, die zijn veel te groot. Die passen niet door die hele, hele smalle gaatjes heen. Dus die blijven in het filter zitten. En dat is wat filtreren is. Dus hier nog een keer, zie je ziet dat ook getekend. Een soort visnetje, een vangnetje. Met hele kleine gaatjes, kleiner dan dat je met je ogen kunt zien. En daar gooi je dan bijvoorbeeld je chocolademelk in. Dan komen alle stukjes cacao, die komen in dat filter. Die blijven daar zitten. Dat noem je het residu. En de melk zou er dan doorheen stromen. En die komt uiteindelijk hier samen in het filtraat. En filtraat is dan de vloeistof die er doorheen is gelekt. Je moet de verschillende namen kunnen aanwijzen. Je moet kunnen aanwijzen waar zit het residu. Je moet kunnen aanwijzen waar zit het filtraat. En je moet ook nog weten dat dit dus filtreren heet. Um, links in beeld zie je ook nog helemaal uitgeschreven wat die definities zijn. Als je dat fijn vindt om die ook nog helemaal op te schrijven, dan mag je dat doen. Uh, je kan ook gewoon een schets maken van dit plaatje. En de juiste, juiste woorden op de juiste plek zetten. Dan weet je volgens mij ook genoeg. Nou, alsnog, voor de mensen die het willen overschrijven. Je kunt het nu even op pauze zetten. En dan zijn we bij het einde van deze les. En als het goed is, heb je nu genoeg informatie. om eigenlijk alle vragen in één keer te kunnen maken. Weet je het niet tijdens het maken, juist, huiswerk kun je altijd nog even terugbladeren in de tekst. Dan staat het ook uitgelegd. Ook weer op een andere manier. En misschien dat je het dan nog beter snapt. Ik hoop dat je wat aan deze les gehad hebt. En als het goed is, kun je nou deze doelen beantwoorden. Je weet het verschil tussen zuiverstoffen stoffen en mengsels. Je kunt oplossingen en suspensies van elkaar onderscheiden. En je weet hoe je een suspensie kunt filtreren. Nou, als dat gelukt is, dan heb je het gewoon hartstikke goed gedaan. En dan zie ik je graag weer bij de volgende video. Uh, heel erg bedankt voor het kijken en uh, nog een fijne dag.